Hey, wat leuk dat je weer komt kijken bij een nieuw filmpje van Renske Creatief. In dit weekvlog zie je van alles op het gebied van handwerken. En wat ik zoal allemaal doe. Ondertussen denkt mijn koffiezetapparaat. Ik ga even doorspoelen, weer lekker gepland zo. Zoals je ziet voor me liggen allerlei dingetjes. En vandaag is een ochtend dat ik lekker aan het filmen ben. Ik heb een nieuwe productreview gemaakt van een breimolen. Die vind je nu ook in mijn shop. Officieel een kinderbreimolen, maar als volwassen kan je daar natuurlijk ook gewoon mee werken. En ik ga nu filmen alvast voor mijn deken. Die filmpjes duren nog even voordat die online komen tot mijn deken af is. Maar ik ga het wel alvast tussendoor filmen. Verder gaat het stormen vandaag, dus ik denk dat ik straks lekker veel ga handwerken, want de pakketdienst komt toch niet meer langs. Dus dan hoeven de pakketjes vandaag verder ook niet meer ingepakt te worden en dat kan lekker van het weekend. Dus ik ga straks heerlijk handwerken. Mijn proeflapje is eigenlijk net iets te smal, maar ik weet niet zeker of het mooi is ook als ik het met een naald groter maak en anders wordt gewoon mijn kussen iets kleiner. En toen kreeg ik gisteren van Wim, Mr. Knitbeer, een super tip. Namelijk om één van de twee naalden te verwisselen naar een 3.0. Nee, een 3.5, want ik heb nu met de 3.0. En dan kan je beide kanten opmeten en dan kan je het verschil zien. Zonder dat je het hele proeflapje overnieuw moet doen. Nou, dat vond ik een super tip. Dus ik pak mijn Joku setje erbij. En ik ga één kant verwisselen naar een grotere naald. En hoe ik dat doe is gewoon gaan breien. Maar in plaats van dat ik beide naalden van deze gebruik, pak ik deze om het vanaf te werken, zeg maar. En een maatje dikker. En dan na een hele toer zit hij erop. Dus ik ben benieuwd hoe die dan wordt. Of die dan net zo mooi is. Nou, Casper die vindt het maar niks als ik mijn draadjes pak. Die vindt niet dat ik mag gaan breien. Maar ik ga hem zo direct toch even teleurstellen, want de draadjes zijn van mij. Hè, Cas? Mag ik die ook nog? Goed zo. Het pakket komt bij het Naaldbos vandaan. Een hele leuke quiltwinkel. En die heeft nu gigantische opruiming. En ik heb gisteren voor een aantal projecten die ik in mijn hoofd heb, allerlei stofjes besteld. Nou, en tot mijn grote verbazing kwam het pakket nu al binnen. Dus daar ben ik wel heel verbaasd over. Nou, we gaan hem eens even uitpakken. Wat dit is, die haal ik heel even aan de kant. Dat is wel heel leuk. Is een quiltpatroon. Kijk, van deze quilt. Super gaaf. En daar heeft ze het hele patroon van bij gedaan. Veel quiltplezier. Groetjes, Daphne. En er zit dus ook nog een videotutorial bij. Nou, de factuur zit er ook bij, die maakt niet uit, dan hebben we een kaartje. Super bedankt, je tooft een lach op mijn gezicht. Ik hoop dat dit pakketje jou ook blij maakt. Ik wens je veel quiltplezier en als je ergens mee kan helpen, laat het me gerust weten. Tot ziens, groetjes Daphne. Scan de QR-code om naar de webshop te gaan. Oh, mooie kaart, die gaat op mijn deur boven. Dan is het mooi ingepakt. Even kraken. Even het doosje aan de kant. En daar hebben we alle stofjes. Nou, ik ga jullie meenemen in de stofjes. Dit is een pakketje met allemaal vrolijke lapjes met witte achtergrond. En allemaal leuke gekleurde
figuren erop, stipjes. Deze vind ik heel leuk met dat ruitje. Dus een licht pakketje. Dan hebben we een regenboogpakketje. Met allemaal een, ja, vrij veel wit er ook in. Deze vind ik heel leuk met de poesen. Geel. Groen met, ja, het lijken bijna knoopjes. Blauw met een soort schelpen. En paars met bloemetjes. Dan heb ik een stuk gewoon, dit was een coupon. Met een mooie rustige stof. Die ga ik als basis gebruiken voor een van mijn projecten, denk ik. Of een andere. Even kijken hoor. Kijk. Of deze ga ik voor dat project gebruiken. Die vind ik ook wel heel erg gaaf. Dit is dus wat meer. Kijk. Wat een gave kleuren. Hier hou ik echt heel erg van. Ik denk dat deze de achtergrond gaat worden van een borduurpatroon wat ik ga gebruiken. Een borduurquilt. Maar daar zullen jullie op mijn weekvlog nog meer over zien. Ik zal ook de andere grote lap. Ja, die vond ik ook wel heel gaaf. Met, kijk, allemaal bolletjes wol. Hele roze lap vol met bolletjes wol. Nou, wat hebben we nog meer? Nog een regenboogset. Maar deze heeft, kijk, hier zit die bolletjes wol ook in. Maar deze heeft een wat rustigere of een wat donkerdere uitstraling. Maar wel weer regenboog. En dan hebben we hier nog een regenboogset, maar weer net anders. Kijk, en dat vind ik heel leuk, dat het allemaal regenboogkleurtjes zijn. Oh, leuk, die met de bolletjes wol. Maar wel allemaal een ander patroontje erop. Kijk, sommige hebben wel hetzelfde. Kijk, zoals deze en die komen uit dezelfde serie. Maar voor de rest is het juist heel wisselend. En dat vind ik wel heel erg leuk bij een quilt. Dan hebben we deze nog. Die heeft heel veel bloemetjes. En ook weer de katten. Deze vind ik ook heel mooi. Groene stipjes. En een roze met bloemen. En dit zijn allemaal vetkwarters, zoals dat heet. Uit mijn hoofd weet ik even niet meer wat de afmeting daarvan is. Dat zou ik even moeten uitzoeken. En dit is de laatste. Die heeft geen regenboogkleuren, maar wel hele mooie, ja, kleurtjes die weer allemaal bij elkaar matchen. Dat vond ik ook wel heel erg leuk. Dit is allemaal, hier komt dat paars weer in terug. Dus die matchen ook. En hier dat blauw komt hier weer in terug. Die paars komt hier weer in terug. Dus alle kleurtjes komen in de verschillende stofjes terug. Nou ja, ik word hier... Oeh, even aan de kant. Ik word hier echt zo blij van. Super gave stofjes. En heel netjes verpakt. En ik ga hier met zeer veel plezier lekker mee aan de slag. Ik hoop dat jullie deze unboxing leuk vonden. Ik vind hem in ieder geval leuk. Ik word echt heel blij van al deze stofjes. En ik ga hier lekker mee aan de slag. Wil je weten wat ik hiermee ga doen? Kijk dan naar mijn weekvlogs. Want dan zie je dat ik hiermee aan de slag ben gegaan. Ben je nog geen abonnee op mijn kanaal? Dan is het handig als je dat wordt. Als je mijn filmpjes leuk vindt. Zodat je niks mist. En een duimpje omhoog of een reactie vind ik hartstikke leuk. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik bedank Daphne van Het Naaldbos voor dit gave pakket. En tot de volgende keer.
Nou, sorry voor de herrie op de achtergrond, maar hier word ik zo blij van. Ja, ik kan hier gewoon eigenlijk oneindig naar blijven kijken hoe de machine aan het borduren is. Ja, dat vind ik heel gaaf. De stofjes zijn van het naaldbos. En het patroon is van Sweet Pea. En dat is een Amerikaans bedrijf. En daar heb ik meerdere mooie patronen van. Nou, waaronder dit hele quiltblok. Heel veel verschillende stapjes. Iedere keer tussendoor knippen en zo. En ja, dan krijg je gewoon een heel leuk effect. En ik stik het door met een donkerblauw mat borduurgaren. Nou, en ik heb hier echt een snoepwinkeltje aan kastjes. En nog meer garens bovenop. Maar nou, dit zijn alle katoenen niet glimmende garens van Madeira. In allemaal mooie kleurtjes, zelfs fel oranje. En dan heb ik hier de grote ladekast van Madeira met heel veel kleurtjes. Waar ik gewoon echt heel blij van word. Kijk, nog meer. En nog meer kleurtjes. Ja, ook allemaal metallic garens en zo. Verloop garens. Nou ja, die heb ik daar ook nog liggen. Ik heb nog pakjes van Cuterman. En ik heb hier nog meer ladekastjes. Met nog meer garens van Madeira. Dat zijn weer net andere types. Met een ander effect. Hier nog meer. In allerlei kleurtjes. Nou, deze vind ik ook heel mooi. Dit zijn katoenen. Net als de blauwe die ik nu gebruik voor mijn quilt. En hier nog meer. Dus echt een snoepwinkeltje aan mooie klosjes. En ik heb ook veel te veel stofjes en zo, maar dat maakt niet uit. Ik ben er lekker mee bezig. Ondertussen is de machine nog steeds bezig. Ja, en ik vind dit echt heel leuk. Dit zijn echt genietmomentjes voor me. Het is nu zaterdag en ik had niet verwacht dat de stofjes van het naaldbos al binnen zouden komen. Maar ik ben er zo blij mee dat dat vandaag binnen is gekomen. Want de zaterdag is toch lekker een uitrustdag voor me. Ook al heb ik vanochtend nog een hele aantal pakketjes weggebracht naar het postkantoor. Want gisteren reed PostNL niet meer om het op te halen. En ik wilde toch dat het wegging. Dus ben ik naar Dieren gereden om het daar weg te brengen. Want daar wordt het morgen nog weer opgehaald door PostNL. Dus dat is wel fijn. Dat is dan weer lekker weg. En nu echt lekker tijd om te ontspannen. Zo lekker met Thijs met de hondjes lopen. En verder lekker rustig aan doen vandaag. En lekker veel handwerken. Pakketjes ingepakt. Nou, die ga ik nu alvast wegbrengen in mijn gave auto. Kijk. Gaaf, hè? Mijn logo erop. Ik ga dit nu alvast wegbrengen, ondanks dat het snert weer is en ik er eigenlijk helemaal geen zin in heb om naar buiten te gaan. Maar op maandag doet PostNL nog wel eens moeilijk met alles direct doordoen. Naar de klant. Ze laten nog wel eens pakketjes staan. Of karren zelfs staan. En bij mij wordt er altijd pas gescand op het moment dat het het depot verlaat. Dus dan is het heel makkelijk om gewoon wat karren op het depot te laten staan. Maar ja, dat gebeurde regelmatig op maandag. En daarom breng ik in het weekend alvast regelmatig pakketjes weg. Nou, zo ook nu. Ik moet door de regen heen. Oh. Ik moet door de regen heen. Het is net weer en we hebben geen postkantoor in ons deel van het stadje. Dus ik moet het water over en op zich valt het mee 8 minuten rijden. Maar dat ga ik maar vast even doen, want dan zijn de pakketjes lekker de deur uit. En dan heb ik de hele middag voor me om lekker te ontspannen. Nou, dat rustig aandoen, dat is, heb ik vertaald naar het lekker een tutorial haken.
voor mijn deken. Die begint lekker op te schieten. Al het witte heb ik gisteren afgemaakt. Dus ik heb in totaal 105 witte vierkantjes gehaakt. En alle kleine lapjes zijn bijna klaar. En alle grote lapjes schieten ook al op. Dus ik kon lekker gaan filmen. Van de week had ik al het kleine lapje en het vierkantje gefilmd. En nu het lange lapje. En zo komen deze regenachtige zondag echt wel weer goed door. De knuffelzak is af. We hebben hem aan de bovenkant met de lusjes vastgemaakt. Nou, hij past precies in zijn bed. En hij heeft de lusjes en de zakjes gebruikt om de knuffeltjes in te stoppen. En als we de rits openmaken, wat niet echt handig gaat met één hand. Kijk. Dan kan je zien dat hij volledig gevuld is met allemaal knuffels. Nou, de rits die kan helemaal open. Dus hij kan hem lekker makkelijk vullen, er goed bij. En op deze manier is zijn bed wel iets kleiner. Maar hebben zijn knuffels allemaal een fijn plekje. Nou, ook hier aan de zijkant kunnen eventueel nog knuffeltjes gedaan worden. Dus een heerlijk knuffelhoekje voor Thijs. Nou, ik ben een zakje voor mijn zonde aan het maken. En elk lapje heeft hij eerst de buitenkant geborduurd. De vorm van het lapje, zeg maar. Toen moest ik het lapje erop leggen. Toen borduurde hij het lapje vast. Toen moest ik hem knippen, het lapje. Dus bij al die lapjes. En vervolgens borduurde hij al die lijntjes erop. Nou, en nu heb ik alle lapjes gehad. Ik geloof dat het er 30 zijn in totaal. En allemaal geknipt. Nou, en nu is die nog, om precies te zijn, 23 minuten bezig. Om al die lijntjes zoals hier, dik af te zetten. Nou, dit gaat een zakje voor mijn maaghevel worden. Voor aan mijn broek. Ik had vandaag spontaan zin om deze te maken. Met super gave lapjes van het Naaldbos. Achteraf bijna spijt dat ik niet meer van dit soort pakketjes heb besteld. Want ze zijn zo gaaf. Ze zaten echt op deze manier in het pakketje. Ja, en je ziet het hoe mooi kleurrijk die wordt. Waar ik natuurlijk enorm van hou.
En ja, ik heb elk lapje heb ik gewoon op gevoel gedaan van welke kleur vind ik nu leuk om te pakken. Die heb ik gepakt en er is een soort van balans wel ingekomen. Dus dat vind ik wel heel leuk om er zo mee bezig te zijn. Ik hoop dat jullie me een beetje kunnen verstaan, want de machine is natuurlijk heel druk bezig. Nou ja, hij pakt iedere keer een stukje en gaat het helemaal lekker borduren. Nu hoef ik er niet zoveel mee te doen, behalve in de buurt blijven en wachten tot hij klaar is. En dan kan ik hopelijk morgen het zakje in elkaar gaan naaien. Soms komt er hulp uit een hele onverwachte hoek. En zo ook vandaag, en dat vind ik zo bijzonder. In mijn vorige week vlog had ik benoemd dat ik me steeds minder goed voelde omdat ik een bepaald medicijn mis. Dat medicijn is niet leverbaar, de magnesium. En ja, daardoor liggen mijn darmen, in combinatie met de morfine, liggen mijn darmen aardig stil. Dus ik ben daarvan afhankelijk. Maar ja, als het niet leverbaar is, dan heb ik een groot probleem. Want eigenlijk alle alternatieven, die werken niet. En van het weekend kreeg ik een berichtje via Instagram van een volger. Die dat medicijn nog had liggen en zelf niet gebruikt. Of tenminste, weinig gebruikt. En een aardig voorraadje had. En nou ja, die heel graag wat naar hem toe wilde sturen. Nou, ik kan hier weer een poosje mee vooruit. En ik ben hier zo blij mee. Nou, er zat ook een heel lief kaartje bij. Die komt op mijn deur te hangen. Ja, en ik vind het wel heel bijzonder dat dit soort hulp ja, uit onverwachte hoek komt. En nou ja, dat bewijst maar weer dat, dat er ook heel veel goede mensen zijn. En dat het heel fijn is om elkaar te kunnen helpen. Ja. Dit maakt mijn dag helemaal goed, helemaal blij. Ik heb daar straks lekker een poosje liggen bereiden aan het laatste stukje van het proeflapje voor de scheepjeskal die morgen start. Nou, ik moet nu nog 2 toeren gewoon in 1 kleur, dus dat ga ik straks lekker doen. Gisteravond flink gehaakt aan mijn deken, dus die schiet al lekker op. Of tenminste, het schiet lekker op tot de volgende fase komt en dat is het... in elkaar zetten. Nou, dat gaat nog een flinke klus worden met meer dan 200 lapjes. Maar dat gaat goed komen. Nu lekker wat werken en wie weet straks nog een poosje spelen met mijn borduurmachine. Maar we gaan zien wat de middag me gaat brengen. Nou, al liggend op bed heb ik net mijn proeflapje afgemaakt. Nou ja, zoals je ziet ligt Kasper op mijn buik. Ik lig plat op bed en Olaf ligt lekker bij mijn benen. Nou, het proeflapje is af van de scheepjeskal. En het onderste deel heb ik gebreid in maat 3 en het bovenste deel in 3,5. Er zit zelfs een klein foutje in, want 1 toer heb ik gewoon herhaald. Lekker wakker.
En ik ben er nog niet helemaal uit welke maat ik ga gebruiken. De andere kant ben ik eerder begonnen met de 3,5. En ik vind de 3 eigenlijk gelijkmatiger. Die is wel wat stugger, maar op zich mag dat natuurlijk voor een kussen. Dus ik ga even nadenken met welke maat ik morgen ga starten. Ik vind het wel een hele leuke techniek om te doen. Het is wel flink opletten, dus ik ben heel benieuwd of ik hem bij kan houden. Maar ja, het patroon verdwijnt niet. Dus ik kan het op mijn eigen tempo doen. Ik moet wel echt aan de draadspanning werken hier aan de zijkant. Want daar worden de lusjes groter. Dus daar moet ik echt wel goed op gaan letten als ik met het echte werk ga starten. Nou, ik heb er zin in en ik ga jullie weer op de hoogte houden. Voor nu dacht ik nog even te gaan borduren, maar ik ben best moe, dus ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik denk eerst even lekker een bakje koffie halen. Het is nu 6:30 en voor me liggen mijn kleurtjes van de kal van Scheepjes. Nou, ik had me enorm voorgenomen om zodra die live kwam lekker op bed een poosje te gaan breien aan de kal. Hij komt iedere week om 12:00 online. Maar dat ging hem niet worden vandaag. Ik ben sinds gisteravond gestart met morfinepleisters. En ik weet dat ik daar altijd wat aan moet wennen. Het is toch weer zwaarder als de morfine die ik al slikte. En vanmiddag valt het even zeer vies tegen hoe erg ik eraan moet wennen. En ben ik ook echt hondsberoerd geweest. Dus ik heb ook een poos liggen slapen en heb het nu nog steeds ijskoud. Ben rillerig, kotsmisselijk, alles. Normaal gesproken zakt de misselijkheid weg omdat ik een maaghevel heb. Waardoor alle druk in mijn maag weg kan. Maar op dit moment wil dat nog niet heel erg wegtrekken. Dus dat is echt wel even balen. Dat is niet anders. Ik hoop dat hij zijn werk gaat doen. Dat duurt 1 tot 3 dagen. Dus vanaf vanavond / vannacht kan ik het begin gaan merken. En ik hoop dat het gaat doen wat ik hoop. En dan neem je al die bijwerkingen ook voor lief. Maar ja, het hoort erbij. Ik heb dus nog helemaal niet gehandwerkt vandaag. Ik heb het hoognodige werk gedaan wat moest. Oftewel bestellingen inpakken. Ik heb best veel telefonische afspraken gehad. Onder andere ook met mijn coach rondom mijn zelf mijn voeding maken van de darmspecialisten. Dat zijn onder andere ortomoleculair geneeswijzers. En eens in de zoveel tijd hebben we een afspraak. Om te kijken hoe het gaat. Ik hoef gelukkig niet naar hun zelf toe, maar dat kan telefonisch. En of er nog dingen aan mijn voeding aangepast moeten worden en enzovoort. Nou, daar zijn wel weer wat dingetjes uitgekomen. Dus daar gaan we mee aan de slag. En er gaan toch nog wat extra onderzoeken komen om te kijken of er nog meer nodig is. Dus dat wordt allemaal vervolgd gelukkig. Ik had een afspraak met mijn enteraal verpleegkundige, zoals dat heet. Dat is de specialistische verpleegkundige van het darmfalenteam in het Radboud. Omdat ik nogal problemen heb gehad rondom een medicijn voor mijn darm wat er niet is. En al mijn ontstekingen. Ja, dat moest allemaal besproken gaan worden in een groot overleg. En voor die tijd hadden we weer eventjes een update hoe het nu gaat. Dus veel in de telefoon gehangen. Maar nu heb ik eindelijk de tijd voor te kijken of ik aan de kal kan starten. Nou, ik weet niet of dat heel slim is om met een ingewikkeld project te starten als je zo brak voelt. Maar ja, we zien het wel. Ik ga gewoon kijken en anders leg ik het aan de kant. Je kan het altijd weer uithalen. Dus dat komt helemaal goed. Nou, ik ga een
mijn eigen kleurcombinatie natuurlijk doen in allemaal regenboogkleurtjes. Dus ik moet de kleurvolgorde gaan bepalen. Nou, ik gebruik hiervoor de app Knit Compagnon. Even kijken. Knit. Oeh, even kijken of het je scherp stelt. Ja, Knit Compagnon. Nou, ik heb de PDF daarin gedownload. Dit is de PDF. Die kan je op scheepjes.com zelf downloaden. Dan zeg ik hierboven start project. Oh, dat is heel handig. Dan moet ik project. Naam is week 1. Create project. Nou, ga het even nadenken. Kijk, en dan krijg ik een bladwijzer. Of een hoe noem je dat? Een markeerding. En dan ga ik naar de goede pagina toe, want hier staat de kleurvolgorde. Ik ga niet te veel van het patroon laten zien. Ondanks dat het een gratis patroon is, zit er toch copyright op. Nou, hiermee kan ik straks precies aangeven welke regel ik ben. En hier kan ik aangeven hoeveel toeren ik en welke toeren ik heb gebreid. En hier staan de kleurtjes. Nou, ik ga zelf een kleurvolgorde maken. En dat ga ik doen door mijn draadjes op volgorde om een, wikkel heen te doen. Waarin ik weet dat wit kleur A is. Ja, dat vind ik zelf een makkelijke manier om het te doen. En dan weet ik wel dat ik gewoon de goede volgorde aanhoud. Nou, deze komt redelijk overeen, want ik heb een witte, ik heb een blauwe, ik heb een gele, ik heb een rode. Nou, en dan houden we nog maar twee kleuren over. Paars zit dicht bij roze, dus dat gaat kleur D worden. En kleur F is donkergrijs en dat gaat de groene worden. Dus ik hou wel een beetje de kleurvolgorde van hun aan, maar met mijn eigen kleurtjes. Nou, daar ga ik mee aan de slag en dan ga ik beginnen met heel veel steken op te zetten. Nou, ik zag al dat het in totaal 33 toeren zijn die we gaan breien elke week. Of in ieder geval deze week. En dat zal elke keer, denk ik, rond dat aantal toeren zijn. Nou, ik weet dat als ik ook nog wat anders handwerken erbij wil doen waar ik van hou, dat ik dat niet vol ga houden om dat bij te blijven. En dat is niet erg. Dus ik ga dit lekker op mijn eigen tempo doen. Ik ga jullie op de hoogte houden uiteraard. En ja, wie weet kan ik eind april, duurt nog een tijd, maar dan heb ik vakantie, kan ik weer even wat meer eraan doen. Dus ik ga gewoon lekker op mijn eigen tempo breien. Het gaan 10 delen worden, waarin we in 5 delen het eerste kussen gaan doen en in nog weer 5 delen het tweede kussen, want het zijn 2 verschillende varianten. Dus ik ga lekker een start maken en ik ga zien hoe ver ik ermee kom. Vandaag had ik gelukkig een iets betere dag als gisteren. Gisteren was echt wel een hele slechte dag. Ik heb wel heel onrustig nog geslapen en dat heeft ook puur met de morfine te maken. Dus vandaag wel gelukkig weer wat kunnen werken, dus dat is heel fijn. En, maar ook wel aardig wat op bed gelegen. En ik heb onder andere liggen breien. Nou ja, onder andere, dat is eigenlijk alles wat ik gedaan heb, liggen breien aan de scheepjeskal. Nou, aan die kant heb ik nu het hele eerste patroontje af. En aan die kant moet ik nog 1 toer met alleen maar roze. Ik heb nu dus al 4 van de 6 kleurtjes gebruikt. En in het volgende stukje komen de andere 2. Dus dan zitten ze er al alle 6 in. Ja, ik ben heel blij met mijn kleurkeuze. Mooi goed contrast. En daardoor komen de plaatjes, de patroontjes er ook heel mooi in. Ik ben nu met een 3.0 Chougou naald gaan breien. En die geeft een hele mooie, ja, mooie steek. Niet te strak, niet te los. Ja, waar ik wel tevreden over ben. Ik moet wel erg op mijn draadspanning blijven letten. Maar ja, het worden kussentjes voor het logeerbed. Dus dan is het iets minder erg als dan wanneer je bijvoorbeeld een trui maakt. Als de steken net niet helemaal gelijk zijn. Maar hier word ik erg blij van. Ik heb vandaag ook een poosje achter mijn borduurmachine gezeten. Ik moet nu uit mijn hoofd nog 3 blokjes. En dan kan ik hem in elkaar gaan zetten. En ik hoop dat ik het in elkaar zetten het weekend kan doen.
Nou ja, misschien moet ik de drie blokjes dan nog doen. Of misschien heb ik morgen al een stukje gedaan. We gaan het zien. Maar dat gaat heel lekker. Ik ben nu met een nieuwe kleurencombinatie begonnen. Want er zitten drie verschillende blokken in. Twee verschillende borduurpatronen. Drie verschillende blokken. Waarvan de middelste de felle regenboog met de blauw. Dan een rand met felle regenboog met de geel-rode stof. En dan een rand met de witte regenboog met de geel-rode stof. En die worden ook een iets ander borduurpatroontje. Want bij de wedstrijd van de Facebookgroep van Sweet Pea moest je beide verschillende blokken gebruiken. Dus dat gaan we dan ook doen. Maar ik word er heel blij van als ik er zo mee bezig ben. Nou, zo kijken of ik mijn laatste blokjes kan afmaken. Of mijn laatste lapjes voor mijn deken. En dan hoop ik dat ik dit weekend de rust heb dat ik kan filmen hoe die in elkaar gezet moet gaan worden. Want dan komt de grote klus alle lapjes aan elkaar zetten. Nou, voor zo ga ik lekker naar de live op de groep van, op de Facebookgroep van Wim en Dennis. Happily Knitting. En dan zal Wim alleen live zijn. Want Dennis geniet nog van zijn vakantie. En alleen met heel goede wifi komt hij misschien eventjes erbij. Maar dat merken we ja, tijdens de live zelf. Dus daar ga ik lekker naar kijken. En dan heel vroeg naar bed. Want ja, mijn slaap heb ik helaas enorm hard nodig. Het is vandaag vrijdag 25 februari. De samenvatting van de week. Nou, het was een bevlogen week weer. Na heel veel gedoe is het me eindelijk gelukt om te mogen starten met morfinepleisters. En dat is aan de ene kant ontzettend fijn. Maar aan de andere kant ook heel pittig, want waar ik niet op had gerekend is dat ik enorm veel last heb van de bijwerkingen. Nou is dat wel standaard zo dat dat maar 1 tot 2 weken duurt. Dus dat is op zich nog wel te overzien. Maar ik had verwacht, nu ik al zoveel morfine lange tijd in mijn lijf heb zitten, dat ik van de overgang van tabletjes naar pleisters niet zo heel veel zou merken. Qua bijwerkingen. Nou ja, dat valt dus vies tegen. Zo vies dat ik woensdag ook het grootste deel van de dag in bed heb doorgebracht. Wel wat heb gehandwerkt, maar niet zo heel veel. En gisteren merkte ik gelukkig al wel dat het wat beter ging. Dus dat is wel fijn. Het heeft een aantal dagen nodig voordat de pleister voor het eerst echt optimaal de pijnstilling geeft die je nodig hebt. En ik begin het nu echt wel te merken dat ik van de tabletjes over ben gegaan naar de pleister, want de pijnstilling is veel gelijkmatiger. Ja, dat was ook wat ik wilde, want de tabletjes die werkten 3 tot 4 uur. Ik mocht er maar 6 per dag, dus iedere keer werkte ze weer uit. En dit geeft gewoon steeds dezelfde hoeveelheid medicijn via mijn huid af. Dus ja, eigenlijk wel heel blij ermee. Er is helaas nog steeds geen zicht op hoe lang het nog duurt voor ik een telefoontje krijg dat ik de pijnblokkade in mijn rug ga krijgen. Dus dat is afwachten. Dat kan binnen een paar dagen zijn. Het kan ook nog weken tot maanden duren. Dus dat is wel heel frustrerend. En dat is even niet anders. Ik ben nu in ieder geval geholpen met de pleisters. Het heeft natuurlijk heel veel nadelen ook. Vooral op mijn darmen, maar dat neem ik nu even voor lief. Ik heb heel lief van een volgster van me.
een hele serie tabletjes gekregen van het medicijn wat momenteel niet leverbaar is, de magnesiumhydroxide. En dat is wel super fijn, want ik merk nu echt ook wel weer dat het wat positief doet op mijn darmen. Ja, dan vind ik het wel heel bijzonder dat je uit onverwachte hoek zoiets toegestuurd krijgt. En dat doet me heel veel. Nou, ik heb ondanks dat het met mijn gezondheid niet helemaal lekker gaat, toch wel aardig wat gehandwerkt. Zeker als ik zo op mijn bed kijk. En ik ga jullie gewoon weer even meenemen. Nou, we beginnen hier recht voor. Dat is een lapje wat ik geborduurd heb met stofjes van het naaldbos. En het patroon is van Sweet Pea, dat is een Amerikaanse site. En die heeft zulke gave borduurpatronen. En van dit lapje ga ik een zakje maken voor mijn maaghevel. Dus dit komt heel leuk straks aan mijn broek te hangen. En dat ziet er dan gewoon leuk uit. Nou, die moet ik nog in elkaar naaien. Maar het borduurgedeelte is klaar. Ja, en ik heb er een heel leuk garen voor gebruikt. Meestal gebruik je voor borduren hele glimmende garens. Maar ik vind juist ook matte garens heel leuk. En deze vind ik heel leuk dat die verlopend is in de kleurtjes die ook weer in de stofjes zitten. En denim, dus spijkerbroeken kleur. Dus ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Sorry, mijn pomp gaat uiteraard nu piepen. Deze moet ik nog afmaken. Maar ik word er wel heel blij van. Dan gaan we verder met het borduren. Nou, ik heb een hele serie zonder patch nog gemaakt. Die heb ik nu niet meegenomen. Maar ik ben ook druk bezig met een kussenhoes te maken. Nou, de lapjes zijn 10 bij 10. En ik ga ze straks op de stiknaad in elkaar zetten. Dus nu overlapt het nog een stuk, maar dat is straks smaller. En in de hoeken komen deze. En als je heel goed kijkt, zie je dat het patroontje van deze net iets anders is als die. Nou, dit is ook van Sweet Pea en die hebben elke maand een uitdaging. Je kan dan het patroon met korting kopen. Als je aan de voorwaarden voldoet, dan kan je meedingen aan allerlei leuke prijzen. Nou, ik heb niet heel veel tijd meer, want we moeten het voor de 28e ingestuurd hebben. Maar ik moet nog 3 hoekblokken maken. En hem in elkaar zetten en omtoveren tot de kussensloop. Dus nog best wat stapjes te gaan. Maar ik hoop daar dit weekend lekker voor te kunnen gaan zitten. Dat zou al heel fijn zijn. En ik word hier heel blij van. Ook weer stofjes van het naaldbos. En deze buitenste hoeken gaan dus worden met ook weer in de regenboogkleurtjes. Maar dan met witte achtergrond. En hier heeft het kleurtje de achtergrond. Dus ik vind dat wel heel leuk dat het zo echt in banen uitspreidt. Dit is heel leuk om te doen. Iedere keer een stukje. En dat maakt me heel blij. Die even opruimen. Dan gaan we door met mijn huisje. Nou, ik heb wel iets geborduurd. Niet zo heel veel, maar elk kruisje is er weer één, hè? Er zitten nu ruim 300 kruisjes in. En ik vind hem heel schattig worden weer. Het wordt de oktober sampler van Country Cottage Needlework. En vorig jaar ben ik daarmee gestart en elke maand wilde ik het bijhouden. Nou, dat is niet gelukt. Maar tot en met september heb ik nu af en ik ben dus nu met oktober bezig. Nou, die wordt ook weer heel leuk. En die woont in een zelfgemaakt tasje. Aankopen heb ik inderdaad gedaan afgelopen week. Ik heb de verjaardagsgarens van de draadzaak gekocht. Ik kan het nog niet laten zien, want ze gingen heel hard. Dus Wendy had gevraagd van nou Renske, vind je het heel erg als ik die van jou in een tweede batch verstuur? Nou, dat vind ik geen probleem. Aangezien ik die garens meegenemen als ik eind april op vakantie ga. Dus dat vond ik helemaal niet erg. Dus die moeten nog komen. Die houden jullie te goed. En ik heb heel wat lapjes gekocht. Nee, die heb ik al laten zien. Ja, daar word ik helemaal blij van. Al die kleurtjes. En
verder heb ik me ingehouden deze week met aankopen, geloof ik. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik even twijfel, maar volgens mij heb ik me verder ingehouden. Dus het best netjes gedaan. Nou, dan hebben we de scheepjeskal. Mijn proeflapje is af. Die heb ik in 3 verschillende maten gebreid om echt uit te proberen van wat gaat goed, wat gaat minder goed. Nou, op de kant steken moet ik nog flink oefenen. Dus daar ben ik nu met het echte project ook heel alert mee bezig. En sommige dingen had ik wat te strak gedaan of te los. Dus nou ja, dat is nu gaandeweg gaat dat steeds beter. Nou, woensdag is het patroon online gekomen. Ik heb nu aan 1 kant het eerste figuurtje af. En aan de andere kant moet ik nog 1 toer rozen. Nou, wat heel bijzonder is, is dat je de voorkant altijd met deze 2 naalden doet. En de achterkant altijd met deze 2 naalden. Dus de draad gaat helemaal rond. Die zigzagt rond. En de breinaalden blijven gewoon altijd aan de kant die je aan het breien bent. Dus dat is wel een hele aparte techniek. Ik kende hem nog niet, maar het werkt wel goed. Nou, de opzet is gewoon heel gaaf. Daar word ik helemaal blij van. Dat is dezelfde opzet die ook gebruikt wordt voor toe-op. Dus van teen naar boven sokken breien. Ja, die is gewoon heel mooi. Nou, ik gebruik allemaal kleurtjes, zeepjes, rouletten. Ik gebruik mijn boldraaimolens, want dat vind ik gewoon heel fijn werken. En dit is mijn kleurenkaart geworden. Kleur A, B, C, D, E en F. En ik gebruik mijn tablet Stitch Finder om het patroon te lezen. Vind ik heel fijn werken. Ja, het is gewoon heel leuk om mee te werken. Ik weet al wel dat ik het ritme niet ga aanhouden, maar dat maakt niet uit. Elke keer een stukje en dat maakt me heel blij. En wat me ook heel blij maakt, is het volgende. Want ik heb alle lapjes af. Dik 200 lapjes. En nu komt de grote klus het in elkaar zetten. Nou, ik heb alle lapjes, de 3 verschillende soorten, al gefilmd. Dus dat is heel fijn. Die staan al klaar. En nu ben ik aan de beurt voor het in elkaar zetten, hoe ik dat ga doen. Nou, dat ga ik ook weer helemaal filmen. Dus dat is nu de volgende stap. En dan kan ik alle lapjes in elkaar gaan zetten. Ja, superleuk om te doen natuurlijk. En ik ben zo benieuwd of dat wat in mijn hoofd zit ook gaat lukken. Maar ik denk het wel. Ik heb gisteren alvast 4 lapjes voor proef in elkaar gezet. En dat wordt gewoon heel mooi. Dus ik ben heel benieuwd. Ik hou jullie op de hoogte. En dan zijn we meteen aangekomen bij het laatste project. Nou, wat ga ik aankomende week doen? Ik ga weer lekker verder borduren op mijn borduurmachine. Ik wil in ieder geval het kussenhoesje afmaken. En als het lukt ook het hoesje voor mijn maaghevelzakje. Ik ga lekker verder breien, handborduren en haken natuurlijk aan mijn deken. En wat er verder op mijn pad komt. Het is toch even afwachten hoe het weer met mijn lijf gaat. De ontstekingen zijn nog steeds niet weg. Dus dat is flink balen, maar we gaan het allemaal zien. Ik ga jullie weer op de hoogte houden. Ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken. Was je in de chat, hartstikke gezellig. Heb je later gekeken, ook hartstikke leuk. En wie weet, tot de volgende keer.